Bianca, dat was de eerste plaats. Ja, dat klopt. Een tijdje terug al, hè? Ja, een tijdje terug al. 2010, 7 jaar geleden dan, hè? Ja, ja, klopt. Hey, hoe gaat het dan verder na deze plaat? Nou ja, na deze plaat ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts. Want de eerste tijd ging het goed, maar na een tijdje had ik gewoon niet zoveel boekingen meer. Ik kreeg een relatie en dan heb je andere prioriteiten. Dus is dat zo? Ja, op dat moment ging ik samenwonen en dan het zingen was een beetje buiten beeld. Dus ik ben 3,5 jaar tussenuit geweest. Hmm. En sinds afgelopen, vorig jaar zomer ben ik weer begonnen met zingen. En hoe pak je dat dan weer op? Is het dan weer zo dat je helemaal van vooraf aan moet beginnen? Of blijft er dan toch nog wat hangen? Of is er wat blijven hangen dan? Ja, je hebt wel een beetje je connecties en zo. En ik ben toen ik heb toen weer meegedaan met het talentjachtje in Tiel. En die heb ik toen ook weer gewonnen. En ja, dan gaat het balletje toch wel weer rollen. En daarom, je hebt die connecties nog een beetje. Mm-hmm. Dus mensen gunnen je toch dan wel weer dat plekje terug op het podium. Dus dat, ja. Maar het begin is weer moeilijk. Ja. Toch? Zeker. Het is, mensen moeten hier toch weer, je moet een beetje naamsbekendheid krijgen. En, maar het is wel een stijgende lijn waarin het nu gaat. Dus dat, zo moet het ook. Ja, zo moet het ook. Dan heb je de eerste plaat gemaakt. Heb je daar dan nog wat drijfveren op dan? Hoe pak je dan weer aan voor een tweede single dan? Ja, die tweede single heb ik dus door het winnen van de talentenjacht vorig jaar zomer. En die heb ik toen opgenomen bij Dave van Wel. En toen zijn we toch een beetje in een andere richting opgegaan. Ook in Nijmegen daar, hè? Ook in Nijmegen daar, ja, zeker weten. Hoe loop je dan zo'n jongen tegen het lijf? Ja, nogmaals, die talentenjacht. Ja? Degene die, die zou winnen, die zou dan bij hem in de studio een liedje op gaan nemen. Mm-hmm. En het beviel me zo goed dat ik de volgende twee singles daar ook nog heb gemaakt. Dus ik heb een hele fijne samenwerking met Dave momenteel. Oké. Okay. En die schrijft ook nieuwe platen? Ja. Die tweede plaat, die tweede hit? Ja, die heeft hij geschreven, ja. Ja, een titel, die heeft omgekeerd ook een titel gekregen. Ja, die heette Mijn Hart Slaat op Hol. Mijn Hart Slaat op Hol. Ja. Dat is een aardig hit geworden in Nederland, in Nijmegen, Gelderland, Overijssel. Ja, hij heeft het zeker goed gedaan. Ja, wat noem je een hit? Ja, ik ben gewoon nog niet zo heel bekend. Ik ben een beetje op weg, dat gaat wel bergopwaarts. Mm-hmm. Maar hij heeft het zeker niet verkeerd gedaan. En mensen pakken hem snel op, zingen hem snel mee. En dat is zeker wel belangrijk. Wat doe je eraan om bekend te worden? Wat probeer je eraan te doen? Vooral veel social media. Gewoon veel promotie maken. En op dit moment inderdaad radio-interviews geven. Foto's uitdelen, inderdaad. Ja, net zoals hier in de studio. vooral veel van social media. En ook gewoon eens langs kroegjes gaan. En een berichtje sturen van, zoek je nog een keer een leuke zangeres. En ja, we moeten wel een beetje tijd in stoppen. Dus dat doe ik zeker. Nou, en op dit moment gaat het vrij aan. Ja, heb ik zo het idee. Ja, ik toch. Heb de komende aantal weken zit ik wel behoorlijk wat optreden staan. Dus dat vanavond weer eentje. Dus, ja. Gaan we zo meteen over praten, over jouw optredens. En waar je allemaal te zien bent. Ja. En wat je allemaal nog gaat doen en wilt gaan doen. Maar laten we eerst even luisteren naar die plaat van jou. Want je zei... Mijn hart slaat op hol. Mijn hart slaat op hol. Ja. Vorig jaar oktober is die uitgekomen. Vorig jaar oktober, dus nu ben je een jaartje oud. Net een jaar oud, ja. Hij wordt dan wel gedraaid, hè? Want toch? En ja, draaien jullie hem? Natuurlijk. Nou, super. Draaien. Altijd fijn, hè? Onder andere nu, op dit moment. Nou. Bianca Vlieling met een plaat van het vorig jaar. En dat was dus 2016. Ja, klopt. Door Dave van Wel geproduceerd en gemaakt. Zeker. Ja, mijn hart slaat op hol. En Dave van Wel heeft hier al vorig jaar aan tafel gezeten. En met een foto's van.